vrijen veel minder wat vaak. Wat zeg jij? We vrijen veel minder vaak. Oh. Ja, alleen... Zullen we even buiten onze uitzending om doen? Ik vind het lief dat jij gewoon... Maar het haakt zo lekker in op jou en Roy. Alleen 75-plussers zijn het de afgelopen jaren doen het vaker als konijnen gaan doen. Ja, niet normaal. Alleen 75-plussers? Ja, deze onverwachte... 40 centimeter te kort. Deze onverwachte conclusie komt van het Centraal Bureau van de Statistiek. En ja, dus het zal wel waar zijn. In 2014 had 16% van de 75-plussers seks. Nu is dat 27%. En vooral jongeren tussen de 16 en 25 zijn het veel minder vaak gaan doen. Maar terug naar die bejaarden, want er wordt in een bejaardenhuis flink geneukt. Hoor. Dat is echt zo. Ja, maar is echt hoe zo. Weet je dat? Nou, ik had een vriend en die had een opa, die was weduwnaar. Dus die zat in een bejaardenhuis en wij hadden echt geen cent te maken als student. Ze gingen heel vaak bij die man indrinken. Die had citroen brandewijn. Dus wij lekker, en dan gingen we zijn alcohol opdrinken. En dan gingen we daar een beetje, hij blij, wij blij, toch? Hij had een beetje een aanspraakje met ons. En wij hadden gratis. Ja, nou, waar gaat dit heen? Ja, die vertelde wel dat er gewoon ontzettend veel werd gewipt. Maar als je toch weduwnaar bent, of weduwe, je bent 81, je zit een beetje... Ja, dat maakt social media niet meer uit, kan ik je vertellen. Nee, dan zit je gewoon lekker op een bank, zo in het verzorgingshuis. En de buurvrouw naast je. En dan pak je wat je pakken kan. Dan is het gewoon even, toch, daar ga je toch voor. Ja, maar niet iedereen van 75 zit in een verzorgingshuis. Nee. Het kan ook gewoon je partner zijn. Het is, in een verzorgingshuis wordt er bovenmatig veel gezet. Oh, ja? Maar ik krijg er bijna een smerige smaak van in mijn mond als ik eraan denk. Eerst wel even de kosten eraf. Godverdomme. Even de impotentie luien eruit. Dat gaat gelijk, hoor. En dan gaan we.